Ja, ik denk dat veel oudere baarnaars deze plek nog wel herinneren. Hè? Aan de Nieuwe Baarnstraat, hè? Ja, zeker weten. Ja. In en al bloemen. Het pand staat er nog. Ja. Nu van een makelaar, hè? En vroeger van dahlia-kweker Bruidegom. We hadden twee hele grote bekende dahlia-kwekers in Baarn. Hornsveld natuurlijk, ja. Hè? En Daniel Bruidegom, dat was deze man. Dat is Daniel Bruidegom. En die had deze kwekerij. Je ziet hier op het erf prachtige dahlia-velden. Er zijn pand hiernaast. En voordat dit pand er stond, toen had hij al een winkel hier staan. Hier zie je ze. Prachtige oude foto, ja, ja, ja. Hè? Op dezelfde plek hier. En met de kwekerij erbij. En Bruidegom die had dus kwekerijen hier. Dat liep helemaal door tot achter het pand hier nog, tot aan de Smitslaan. En dan had hij nog een kwekerij aan de Zandvoortweg, vlakbij Zandvoort in de buurt. Hè? En hij had nog een kwekerij aan de Drakenburgerweg, bijna tegen Nijhof aan, die hoek. Daar had hij ook nog velden. En, dus dat was echt een grote kweker. Hè? En ja, we hebben best wel foto's van het oude pand, dus hier ook nog één. En maar van het winkeltje wat erbij zat. Kijk, een slechte foto van die etalage. We zouden graag wat meer foto's willen hebben van binnen misschien. Hè? Van de winkel en van de etalage. Want die moet altijd prachtig opgemaakt zijn, die etalage.